Vlak voor de kazerne rijdt de stoet van rouwwagens langs een haag van honderden mensen. De hele dag leggen mensen bloemen bij de poort van de korporaal van Oud-Heusden-kazerne. Hilversum is niet alleen de plaats waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. De gemeente verloor bij de ramp 3 gezinnen. Het is zo dichtbij allemaal wat er gebeurt. Veel mensen in Hilversum natuurlijk die overleden zijn. Ik vlieg zelf beroepsmatig, dus dat maakt het ook natuurlijk heel bijzonder en speciaal. Ondanks het feit dat ik eigenlijk niemand ervan ken, voelt het alsof ik ze allemaal gekend heb. Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen eventjes meekrijgen hoe we hier afscheid kunnen nemen. Of het nou nationale rouw is, het geeft in ieder geval een beetje homogeniteit in Nederland. Dat kan sowieso geen kwaad. Dat we aan ze denken en dat we in gedachten bij ze zijn. Een paar uur voor de kolonne bij de kazerne arriveert, gaan de vlaggen half stok. De vlaggen van de landen die mensen bij de vliegramp hebben verloren. Om 4 uur is er een minuut stilte. Steeds meer mensen verzamelen zich bij de kazerne. De Bloemenzee groeit en groeit. De tv stond overal aan, dus iedereen was ervan op de hoogte wat er gebeurde de hele dag. Hoe de vliegtuigen aankwamen, de minuut stilte. Ga je ook kijken? Nee, ik denk het niet. Te heftig.